Die avond, tijdens het avondeten, vroeg Leo zijn ouders 100 uit. Maar wel heel voorzichtig. Hij had nog nooit verteld over zijn ontdekkingen. En dat zou hij zo houden ook. Misschien omdat hij niet wilde dat zijn broers er ook naartoe zouden gaan. Of misschien omdat hij ergens wel wist dat hij kwam op plekken waar hij als koningszoon niet mocht komen. Hij vroeg dus 100 uit over hoe je iets noemt dat heel erg groot is, luid spreekt, maar verder eigenlijk ook wel lijkt op mensen. Daar had hij iets over gelezen in zijn geschiedenisboeken, zei hij. Zijn moeder snoof ineens een veel te grote teug lucht op en blies dat ook weer veel harder dan normaal weer uit. En zijn vader fronste zijn grote, diepe rimpel zo diep, alsof het leek dat zijn wenkbrauwen erin zouden verdwijnen. Toen hapte hij naar adem en zei dan, verbazingwekkend rustig, je bedoelt reuzen, mijn zoon. Dat zijn mensen die buiten proportie groot zijn. Ze komen in onze contreien gelukkig niet meer voor, want het zijn agressieve, onvoorspelbare wezens, waar je maar beter heel ver uit de buurt kunt blijven. Leo wilde niet meer argwaan oproepen, dus besloot hij het hierbij te laten. Wel zat hij die nacht tot heel laat in zijn studieboeken te lezen en wilde hij alle strafregels de dag daarna leren van zijn leraar. Het zal wellicht niet verbazen dat Leo weer naar beneden ging om de reus te bezoeken. En dat Leo alle tafelrestjes probeerde mee te smokkelen en aan de reus gaf. Maar praten, dat deden ze bijna nooit. De reus vroeg telkens weer, zing nog eens een liedje. En dat deed Leo. Ook had Leo de sleutel gevonden van de traliesdeur. Zo kon de reus op zondag altijd even door de benedengangen lopen, om zijn gigantische benen te strekken. Dat kon alleen op zondagavond, omdat er dan altijd feest was in het dorp en er veel minder personeel in het kasteel was. Maar toch ging het op een dag fout. Een dag die Leo nooit meer zou vergeten. Het was uiteraard een zondagavond. En de reus en Leo liepen neuriënd door de gangen. Tot Leo plots een geluid hoorde dat hij heel goed kende. Het waren de stemmen van zijn drie kleine broers die dichter en dichter op hen afkwamen. Hoge, zenuwachtige stemmetjes. Leo schrok zo erg dat hij zijn kaars liet vallen en stopte met zingen. De reus, die het nu ook hoorde, sloeg in paniek. Hij probeerde te blijven zingen, maar zonder Leo schoot zijn stem alle kanten op en het leek meer gekrijs dan gezang. Ze konden elkaar niet meer zien. Ze zagen enkel het licht van de drie plots lijkbleke broers die op hun beurt ook begonnen te krijsen. De reus greep de drie broers in één hand moeiteloos vast en rende weg door de gangen, door de poorten van het paleis, ver, ver weg. En Leo liep verbouwereerd, als verdoofd, de 185 treden weer op, waar hij het kasteel in complete chaos terugvond. De paar wachters en diensters die er ook op zondagavond waren,
waren gewond geraakt in een poging om de broers uit de klauwen van de reus te krijgen. Maar het was niemand gelukt om de reus tegen te houden. Zijn moeder zat zachtjes, smekend, huilend in haar schommelstoel. En zijn vader liep zenuwachtig heen en weer. En voor de eerste keer hoorde Leo zijn vader vloeken. Dagen, dagen gingen voorbij. De dapperste mannen werden naar het kasteel geroepen met maar één missie: de broers vinden en bevrijden. Maar allemaal kwamen ze terug met de meest vreselijke verhalen over wat ze hadden gezien. De reus had iedereen die hij tegenkwam met huid en haar verslonden en ook Leo's broers hadden er naar verluid aan moeten geloven. Leo, die niet kon geloven dat de reus daartoe in staat was, wist dat er niets anders op zat dan de waarheid te vertellen. Zonder de reactie van zijn ouders af te wachten, vertrok hij op weg naar de reus. En de rest is voor morgen.